Wat ik wilde met jullie de bijsluiter even doornemen. Er zijn mensen die hotspot-analyse gebruiken zonder de bijsluiter te lezen. En zoals jullie weten is dat voor alles eigenlijk heel onverstandig. Ik laat mijn stethoscoop hier even liggen, dat praat makkelijker. Zonder stethoscoop kunnen jullie me ook verstaan. Er zijn gevallen van hotspot gemeld en die zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het symptoom is verlies van focus. Focus en doelgerichtheid. Maar het doel is de oppervlaktewaterkwaliteit en niet de zuivering. En mensen die lijden aan hotspot kijken alleen maar naar die zuivering. Het gaat om het ensemble. Kijk naar de juiste maatregelen. Dat zijn deels landelijke adviezen. Maar vooral lokale invulling met lokale betrokkenen. Dus je eigen RWCT, je eigen oppervlaktewater, je eigen drinkwaterbedrijf, je eigen recreatieplas. En natuurlijk is landelijk een goed vertrekpunt. Maar die invulling moet lokaal gebeuren. En er is medicatie beschikbaar. Maar lees de bijsluiter. Wat is die hotspot-analyse en waarvoor wordt die gebruikt? Nou, hotspot-analyse is een landelijke analyse van de relatieve bijdrage van de Nederlandse RWCT's aan de concentraties medicijnresten in regionaal oppervlaktewater. Dus het hoofdwatersysteem buiten beschouwing. Het is gebaseerd op kentallen, gemeten waarden die we geëxtrapoleerd hebben. En verspreiding van die medicijnresten in het regionale oppervlaktewatersysteem is doorgerekend voor een gemiddeld droge zomer. En het is al 4 keer gezegd, maar die uitgangspunten komen iedere keer terug. We hebben zelf gekeken en nee, kijk, lees die uitgangspunten. Er zijn blauwe, groene en gele tabletten en die leveren we in een handige doordrukstrip in de vorm van een kaart van Nederland. Even terug naar hoe dit ontwikkeld is. We hebben de emissie vanuit de RWCT teruggerekt op emissie per inwoner. En het zijn geen IE, in zuiveringsland is dat ook, ja, wat is dat dan? Nee, het is geen IE, het is per persoon. En het is 2 gram per persoon per jaar zit er in het effluent. Dat is gebaseerd op 23 stoffen en er zijn veel meer medicijnen, maar we hebben 23 stoffen die we enigszins te pakken hebben in het effluent, waarvan we wat van kunnen zeggen. Maar het is een relatieve bijdrage, dus het maakt niet uit of je met 230 of 2300 stoffen rekent. Het is de relatieve bijdrage die we meenemen. De verhoging van de concentratie van die 23 stoffen in oppervlaktewater. Aandeel van de ziekenhuizen en zorginstellingen is variabel maar klein. Je ziet van 5% gemiddeld, 3% gemiddeld zijn de ziekenhuizen. De niet-ziekenhuiszorginstellingen zijn wat groter, maar dat zijn weer kleinere units verdeeld over Nederland. De verwijderingspercentage van de RWCT's is variabel en de grootste bron van onzekerheid in de werkelijke emissie van een RWCT. We zijn begonnen met het bepalen van de emissie en dat is heel simpel. Een kaartje van Nederland met de grootste RWCT's, met de meeste personen die daarop aangesloten zijn. En dat zal niemand verbazen, daar komt Amsterdam en Harnaspolder, Grote Lucht, Vlaardingen, de grote RWCT's in Nederland, klaar. Maar dat zegt niets over de oppervlaktewaterkwaliteit. Dat zegt alleen maar iets over de emissie. Die emissie, de verspreiding van die emissie, die hebben we gemodelleerd. Kom ik daar nog kort op. En dan komen er een aantal maatlatten uit. Die maatlatten zijn drinkwater, concentratie bij lozingspunt en benedenstroomse invloed. Nou, heel kort nog eventjes. De ziekenhuizen, de zorginstellingen en de woonwijken. Echt, het leeuwendeel komt in Nederland gewoon uit de woonwijken. Dat wil niet zeggen dat er zuiveringskringen kunnen zijn waarbij dat ziekenhuis 10% of 20% was. Gemiddeld is het 3,5%. Dat gaat via de riolering, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en komt op oppervlaktewater terecht. En dat vermengt daar met geneesmiddel aanvoer vanuit het buitenland. De Nederlandse RWCT's halen gemiddeld 65% eruit, dus er komt 35%
van de aangevoerde hoeveelheid op het oppervlaktewater terecht. Ja, die verspreiding is doorgerekend met het landelijk KRW-verkennermodel. Dat was nog wel een hele tour, daar ga ik vandaag niet op in, maar daar hebben we veel van geleerd. Want al die waterschappen aan elkaar knopen was eigenlijk een noviteit. Concentratie bij lozingspunt. Simpelweg, je loost effluent op oppervlaktewater. Dat zijn volumina en hoeveelheden. En dan kun je kijken wat dat voor concentraties in het ontvangende oppervlaktewater tot gevolg heeft. En die hebben we gesorteerd. Gewoon de hoogste staat daar, de laagste staat daar. 313 RZT's. En je ziet dan keurig dat pak een beet na iets van 100 RZT's er niet zo vreselijk veel meer gebeurt. Maar het staat u vrij om te zeggen, nou, ik vind na 50 RZT's eigenlijk niet zo vreselijk veel gebeuren. Of na 20 RZT's vind ik het eigenlijk wel best geweest. Hier staat geen absolute maat bij. Dit is simpelweg sorteren van de RZT's die een concentratie in het oppervlaktewater veroorzaken. Je ziet wel dat met 300 RZT's aanpakken, nou ja, als je er 100 aanpakt of 50 aanpakt, heb je een stevige hap uit die koek genomen. En als je kijkt hoe die verdeeld zijn landelijk, zie je dat vooral de beken zijn in Oost-Nederland, in rond de Veluwe en ook in Brabant, in het noorden van het land nog een paar. Andere maatlat, beïnvloeding van benedenstroomse waterkwaliteit. Zelfde laken een pak, RZT's zorgen voor een concentratie benedenstrooms. En dat zijn de trager stromende wateren, de KRW, stilstaande wateren, de meren, de plassen, de ringvaarten enzovoort. Zelfde manier cumulatieve bijdrage in een plaatje gezet. De hoogste staat hier en de laagste aan de rechterkant. En je ziet ook hier dat na 50 of na 100 RZT's gebeurt er niet zoveel meer. En dat is logischerwijs geconcentreerd in laag Nederland. Drinkwaterbronnen. En dat is lastig, want er zijn drie soorten drinkwaterbronnen. We hebben oppervlaktewater, oeverfiltraat en grondwater, wat we gebruiken als bron voor drinkwater in Nederland. De belangrijkste invloed is uit het buitenland, omdat we veel oppervlaktewater, groot oppervlaktewater gebruiken. En dat is een hoofdwatersysteem. En dat is vooral Duitsland en een beetje België wat beïnvloed wordt. Invloed in Nederland verspreid over veel RWZT's. Het woord hotspot is soms een beetje lastig. Lokaal kan er een sterke relatie zijn. Amdijk en Wervershoven is al genoemd, bijna 1-op-1. Even die drie effecten voor drinkwater, beïnvloeding van oppervlaktewaterinname, oeverwaterwinningen en echte grondwaterwinningen. En die laatste die heeft een andere schaal, want die is veel hoger. En bij oppervlaktewater verwachten we dat allemaal. 38% invloed Nederlandse RWZT's, 62% door buitenlandse bronnen. Logische lijn, denk aan de Maas, denk aan de Rijn. Maar een rare is eigenlijk die beïnvloeding van de grondwaterwinningen. En een van de verklaringen, want die heeft een vrij grote relatie. Daar komen eigenlijk hogere concentraties in voor dan die oppervlaktewaterwinningen. En een van de verklaringen daarvoor is dat lokaal er oppervlaktewater gebruikt wordt. RWZT-effluent gebruikt wordt om de onttrekkingen van drinkwater te compenseren, om als antiverdrogingsmaatregel. Maar je krijgt dan ook een vrij sterke relatie ertussen. Hier heel kort over, want anders loop ik uit de tijd. Mijn laatste praatje is korter. Deze kennen jullie waarschijnlijk. Brakel, Maas, afgedamde Maas. De Nederlandse RWZT's, laat ik met deze kijken, de Nederlandse RWZT's zorgen samen voor ongeveer 1/3 van de geneesmiddelen. De Belgische RWZT's die op de Maas lozen ook ongeveer 1/3. En dan hebben we nog wat klein spul, Vlaanderen, algemeen, Niers, Hoer, wat Duitse spullen, die ook ongeveer 1/3 verzorgen. En daarmee ben ik de laatste die zegt, laat dus maar in Nederland. Nee, het is en-en. Je kan in Nederland aan de slag. En je moet alsjeblieft ook met België en Duitsland gaan praten. En dat gebeurt ook.
Enige is dat het woord hotspot dan weer, ja, dit is Eindhoven. Nee, dit is Hoensbroek, meen ik, en dit is Eindhoven. Er zitten een paar wat grotere tussen, maar het is niet zo dat als je er één pakt, je helemaal van het probleem af bent. Landelijk, nou, ik ga deze sla over, want dat hoop dat hebben jullie weer toch. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Een hotspot is een landelijke analyse gebaseerd op kentallen, doorgerekend voor een gemiddelde droge zomer. Er is geen maatstaf en geen grens. Eén is niet te veel of vijf is te weinig. Die grens is er niet. Wees dus voorzichtig. In de pers, het rapport was nog niet uit. Of er zijn 114 RCT's als hotspot geïdentificeerd. Ik zou het niet weten. Je kan. En ook, we hebben gemeten in het oppervlaktewater en dat klopt niet. Nee, maar het is een gemiddelde RWCT en een gemiddelde. Ja, er lacht erom, maar het gebeurt. Dat zijn de buren, jullie niet, dat weet ik. Maar. Dus nog weer een keer dit plaatje van die sortering. Dit is dan maar één maatstaf. Hier kun je, hebben we nul hotspots. Ik vind het allemaal flauwekul, die hele medicijnen discussie. Of we hebben 10 hotspots, of we hebben 50 hotspots, of 150 hotspots. Hier kun je. Daar zit geen maatstaf bij. Wat je wel kan zien, alsjeblieft, want ik ben de laatste die mijn eigen rapporten onderuit gaat schoffelen. En Mark Vissers laat ik bedanken bij deze. Wat je wel kan zien, dat hier zo'n mooie staart aan zit. En als je aan de slag wil, en ik denk dat we dat wel willen met z'n allen, dat je in dit stukje moet zitten. Kijk daarbij alleen. Niet alleen maar naar de donkerblauwe pillen. Alsjeblieft niet. Het is variatie en onzekerheid. De ambitie van het lokale oppervlaktewater. Dat staat helemaal niet in het landelijke verhaal. Hoe schoon is mijn lokale oppervlaktewater? Wat wil ik daarmee? Wil ik daarin vissen zwemmen? Of is het een of andere prutsloot die daarna op het Noordzeekanaal uitkomt? Of weet ik waar ik eigenlijk niet in geïnteresseerd ben. Die lokale ambitie is wezenlijk. En het kan dus prima zijn dat je een donkerblauw stipje hebt op een sloot waar die stijf staat van de stikstof en fosfaat, waar je niks mee wil, en een donkergroen stipje op de kaart waar je die ambitie wel hebt. En alsjeblieft, neem die lokale verantwoordelijkheid. De status en de mogelijkheden van het lokale oppervlaktewater, de stroomprofielen, nutriënten, zuurstof, andere micro's, ammonium, zijn van wezenlijk belang in het verhaal. Status en mogelijkheden op de lokale RWCT. Was dat ding gisteren verbouwd of ga je hem morgen verbouwen? Dat staat niet in dat landelijke verhaal. Kijk alsjeblieft naar de lichtblauwe en de groene pillen als je aan de slag gaat. Aandachtspunten. Er is een groot verschil of je loost op de Berkel of op de Rijn. Het DWA, dat blijft een hobby van mij. Ik zal waarschijnlijk ooit vervelend worden. De DWA-hoeveelheden, en dat heeft niks met afkoppelen te maken, gewoon hoeveel, als het is droog en hoeveel water komt er op de zuivering aan. Die getallen verschillen van pak een beet 100 liter per persoon per dag tot meer dan 300 liter per persoon per dag. Dat is een factor 3. Als je daar over UV en zandvint erbij wil zetten, is het niet helemaal 3 keer zo duur, maar bijna wel 3 keer zo duur. En die DWA kan naar beneden. Als jullie mij een duppie geven per kuub vermeden DWA, stop ik morgen bij mijn baan bij de STOA, dan ben ik spekkoper. Concentraties of vrachten in effluent, gaat het om de concentraties. Alle zuiveraars rekenen in verwijderingsrendementen. Ik ga van zoveel microgram per liter naar zoveel microgram per liter. Als ik in de Maas de concentratie wil verbeteren, moet ik in kilo's rekenen. En niet in concentraties effluent. Wanneer is het probleem opgelost? 75% eruit, 85% eruit, 10 kilo eruit, 12 kilo eruit? Weet ik niet. Metabolieten worden af en toe genoemd, die zijn belangrijk, maar eigenlijk doen we er niet zoveel mee. Andere microverontreinigingen, kom ik dadelijk op terug in mijn tweede verhaaltje. Dat was hem. Dankjewel, Bert. Ik ben blij dat jij het nog een beetje luchtig houdt, want dan. Anders zouden we het heel te serieus gaan nemen. Ja, het is een heel serieus verhaal. Ja. Ik wil mijn jas wel uittrekken. Nou, ik was eigenlijk blij dat je hem aan had, want ik denk, zo valt hij nog over dat drempeltje. Maar er kwam een dokter in de zaal. Je kan mezelf reanimeren. Ja. Zijn er vragen? Ja, je zegt net heel sterk van, je moet niet in concentraties rekenen, maar in vrachten.
Maar het gaat toch uiteindelijk om de toxiciteit. En ik kan er een kilo in gooien van een bepaald middel. Ja. En dat maakt het niet uit. Ja, absoluut. Het gaat om de toxische vracht, laat ik het dan zomaar zeggen. Ja, ja. Maar wel die in het ontvangende oppervlaktewater. En niet die in Andere vragen? Eentje? Nou, dan gaan we gauw door. Dankjewel, Bert.